In de vorige aflevering monteerde Roger al een nieuwe lavabo en werkte de douche af met een nieuwe regendouche. De badkamer is nog niet compleet. Roger gaat nog een inbouwtoilet plaatsen. Onze douche en onze wastafel zijn geïnstalleerd. Rest ons alleen nog de toilet installeren. Dat gaan we nu doen. Altijd leuk om een doos te openen met nieuw materiaal, maar zelfs de meest doorwinterde klusser kijkt toch altijd eerst naar de handleiding. Je hebt meteen het overzicht en je weet met wat je moet starten. In ons geval is dat het frame. De staanders monteer je aan elkaar met een inzetstuk. Je zet alles vast met enkele bouten. Zodra de inzetstukken voorlopig gemonteerd staan, plaats je ze op het frame en breng je ook hier de bouten aan. Het frame zit nu nog maar voorlopig vast, dus span alles aan met een passende ringsleutel. De spoeltank is al voorgemaakt en hoef je enkel nog aan het frame te monteren met enkele plastic zijbeugels. Die klik je er zo in. Langs elke kant positioneer je er een. Langs onder bevestig je nog het afvoerstuk. In de voorziene uitsparingen kan je dan het reservoir aansluiten. Onderaan het frame bevestig je de voetstukken. Die laten toe om het frame later aan de vloer te monteren. Conform de handleiding plaats je het frame op een hoogte van 1 meter. Schuif het frame tot de gewenste hoogte en span de bout in het voetstuk aan. Herhaal aan de andere zijde. Als je niet opnieuw wil meten, kan je het frame op niveau krijgen met je waterpas. Ook het reservoir dien je nog definitief vast te zetten met enkele bouten. De volgende stap is het bevestigen van het frame aan de muur en ondergrond. De afstandhouders voor de muur schroef je eerst zelf aaneen. En dan plaats je ze in de voorziene uitsparing bovenaan in het frame. Zorg dat de vloten langs elke kant uitkomen, zodat het frame ertussen klemt. Dankzij de metrische draad op elke afstandhouder kan je ze nog wat bijregelen. Meet op. Zodra je de juiste positie hebt, klik je de veiligheidsklip in. De muurbeugels van de afstandhouders mag je nu aan de muur bevestigen. Leg de waterpas ter controle en teken de boorgaten af. Boor de gaten uit. Het frame terug op zijn plaats gezet na het boren, dubbelcheck je nog even het waterpasniveau. Om daarna de boorgaten in de voetstukken te bepalen. Voorzie de nodige gaten in de vloer. Bevestig nu de pluggen. Het frame mag terug op zijn plaats. Bevestig de bouten en span aan met een gepaste sleutel. En vergeet de bovenkant uiteraard niet. Regel de bout bij en verzeker de afstand dankzij de clip. In de spoelbak zie je een oranje hendel, die mag je verwijderen en is geheel om in de vuilniszak te gooien. Het koppelstuk in messing voor de watertoevoer dien je nog af te dichten met afdichtingskoord. Alleen de metrische draad moet nog opgeruwd worden. Zo krijgt de koord er meer grip op.
Om de richting te weten waarlangs het koord dient op te draaien, hou je het koppelstuk voor je. De draad dien je in de wijzerzin op te draaien. Connecteer het koppelstuk aan de watertoevoer. Met een sanitaire tang en sleutel fixeer je het geheel vast. Manipuleer de leiding met koppelstuk tot in het reservoir. Veranker met de bijhorende vloot. Monteer de flexibele leiding aan het koppelstuk. Sluit meteen het water af met een platte schroevendraaier. Sluit de andere zijde van de flexibele leiding handmatig aan op het circuit. Let erop dat je, voor je dit aansluit met de vlotterkraan, de leidingen spoelt om vuil uit de leidingen te elimineren. De afdekkap kan op het reservoir. Dan kan je enkele draadstangen monteren. Hieraan veranker je later het zitgedeelte van het inbouwtoilet. De bocht om naar de afvoer te geraken kort je nog af op maat. Een gewone slijpschijf is daarbij handig, al lukt dat ook wel met een ijzerzaag. Vergeet aan het einde niet te ontbramen. Je klikt nog eerst een beugel in het frame. Dan nog flink wat smeerspray, zodat de koppelstukken vlotter ineenschuiven. Dan connecteer je alle elementen van de afvoer. Een omkasting op maat is reeds gemaakt achter de schermen. Voor meer info kijk dan zeker naar onze website. Ondertussen houden de klussers zich bezig met het zitelement van het inbouwtoilet. Er zit een stevige kartonnen mal in de doos, niet zomaar. Je kan er het toilet opplaatsen en verplaatsen zonder de vloer te beschadigen. Dan rest je nog enkele koppelstukken om in het zitelement te plaatsen. Draai de draadstangen op lengte zoals aangegeven in de handleiding. Dan volgen enkele hulzen op de draadstangen. Draai ze vast tot op gelijke lengte. Klik onderaan in het zitgedeelte de nodige koppelstukken. In de ingebrachte koppelstukken monteer je nu een zeskantige staaf. Met het plastic hulpstuk monteer je de staaf. Om het circuit van de afvoer te vervolledigen, moet er nog een tussenstuk worden geplaatst. Enkele exacte metingen zijn nodig. Meet van de interne buis tot de rand van de omkasting. Die afstand markeer je op de buis. Een breekmes is daarvoor handig. Dan plaats je hetzelfde stuk buis op het toilet. En kras opnieuw de afstand tot de behuizing over. Het verschil in afstand is de uiteindelijke maat die je nog moet afkorten van de buis. Markeer.
en tape rondom de buis af, als richtlijn om door de buis te slijpen. De tape mag weg. En vergeet ook niet de bramen weg te doen. Monteer het afvoerverlengstuk. Ook de toevoer moet je nog verlengen met een verlengstuk. Je herhaalt op dezelfde manier. Aftekenen en het verschil tussen de twee maten is hetgeen je nog moet afkorten dus. Sluit aan. Schuif de mal in moesten nog over de buizen. En dan kan je toilet nog op zijn plaats zetten. Nog even langs onder het toilet aanspannen en dan zit het meeste installatiewerk erop. Snijd de overtollige moesten weg. Geen wc zonder toiletbril. Plaats eerst de houders. Voor je ze definitief vastzet, plaats je al de toiletbril. Kijk waar de bril goed aansluit en regel desnoods bij met de schroevendraaier. Breng de afdekkappen op hun plaats en plaats de toiletbril. De naad tegen de muur kit je best nog af. Gebruik hiervoor een sanitaire kit. Spray met een zeepsopje, zodat je makkelijker kan afstrijken. Dan mag je de kap van het inspectieluik opensnijden om het drukpaneel te kunnen bevestigen. Monteer eerst het frame ervan. Sluit het luchtslangetje aan op de luchtklep van het bedieningspaneel. Klik het paneel op zijn plaats. En daarmee zit de klus erop. Alleen een badkamer zonder de nodige accessoires is je weinig van nut. Roger plaatst nog vlug een toiletborstel. Denk nu niet dat je nog moet gaan boren. De borstelhouder kan je op zijn plaats kleven met een zelfklevende strip. Klik er dan de houder af en vul het montageplaatje met de meegeleverde lijm. Injecteer tot de spuit is geleegd. En draai er de plastic dop nog af. Met een inbussleutel schroef je het afdekplaatje nog eraan vast. En dat is het zo'n beetje. Er komt nog een toiletrolhouder en een clip om je handdoeken aan te bevestigen. Zoals je hebt kunnen zien is de renovatie van de badkamer een klus die je echt vlot kan doen. Een extra paar handen zorgen er wel voor dat het werk aangenamer en vlotter verloopt.